Als ik een mooi carbon wielsetje wil kopen voor mijn racefiets, ben ik in de winkel al gauw zo'n 1500 tot 3000 euro kwijt. Maar ga ik naar een site als AliExpress.com, dan betaal ik nog maar 300 tot 500 dollar. Ze zijn niet van echt te onderscheiden en ik maak de blitz bij mijn vrienden. Maar als ze dubbel klappen of afbreken, ja, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Ja, we hebben hier ooit een keer een uh, carbon stuurtje gehad. Dan dachten van nou eens kijken of het überhaupt wat is. Uh, nou, uh, kunnen we een keer proberen. Nou, bij het aandraaien knapt hij direct al in twee stukken. Dus dat was het, uh, meteen al klaar natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat, dan blijkt gewoon dat er gewoon echt heel slecht spul tussen zit. En uh, ja, je zou het toch niet op je fiets willen hebben, denk ik. Uh, mensen die inderdaad op AliExpress uh, gaan googelen en denken, oh dat is gekoop 500 dollar van een wielzet of 600 dollar. En het, het is aan de buitenkant qua plaatje, qua uh, stickers, decals, lijken allemaal gelijk. Hè? Maar uh, aan de buitenkant is het heel slecht te zien. We merken het wel heel vaak in de werkplaats hier als we mensen komen met problemen dat echt de velgen gewoon gevaarlijk zijn, dat ze kunnen losknappen, de carbon die kan gespleten worden en dan in afdaling wil je dat niet meer maken, maar dan lig je in één keer op het asfalt en dan is 500 dollar weinig geld, maar ik denk een een dat ze bezoekje nou duurder is. Waarom doen mensen dat? Waarom willen ze toch uh, dat speciale merk hebben, maar dan toch zo goedkoop mogelijk? Ik denk dat ze dan toch niet, niet de geld hebben voor, om, om echt te kunnen rijden met, met zo'n mooi merk, Want je praat wel over een boel geld. En denk je, oh, nou ja. Ja, is imago in de wielrennenrij belangrijk om met het goede merk rond te rijden? Ja, ik denk het wel. Heel veel mensen uh, kopen toch echt emotie, een fiets. Mm. En, uh, ja, en als ze er niet, niet, veel, niet veel verstand van hebben, of ze zeggen, ik heb echt gewoon inderdaad gewoon geld er niet van liggen, maar ik wil wel mee meer, meer gaan rijden, mm. ja, ze kunnen het proberen. Ja. Maar ja, als het hand is, dan zijn, is niemand thuis.